Ja, we bevinden ons nog steeds hier in Gentbrugge uh, voor de prachtige theatershow Nu weten ze wie ik ben over het leven en het werk van Wilferdi En de persoon die alles aan elkaar zal praten met uh, teksten, een beetje ludiek Met uh, ook een beetje toneelgehalte is een hele mooie dame en zij noemt Gladys de Mol En we hebben haar hier bij ons, dag Gladys Goedemiddag Gladys, uh, ik zou graag van jouzelf eventjes horen uh, wat u eigenlijk als bedoeling hebt in uh, dit gebeuren. Wel, we wilden het uh, leven van Wil niet zomaar op een klassieke manier weergeven. maar we wilden dat wel een beetje speels en een beetje op een leuke manier uh, aanbrengen. Dus we kunnen zeggen, daar zit eigenlijk wat van alles in. Daar zal een lach in zitten, misschien ook wel een traan uh, op bepaalde momenten. Um, en ja, het wordt wel op een hele speciale manier uh, aan elkaar gepraat, zal ik maar zeggen. Fantastisch. Uh, hoe bent u daartoe gekomen om uh, daaraan mee te werken? Want u lijkt me nog heel erg jong. Dat is inderdaad. Dat is wel via Jurgen, via Jurgen de Smet. Uh, ben ik ook al een hele tijd in contact met Wil. En um, ja, de beslissing werd genomen om een show rond zijn leven te maken. Maar ik werk dan ook wel graag dat ik me helemaal kan verdiepen in het leven van die persoon. Dus vandaar ook dat dat interview wel uh, tot stand is gekomen van drie uur en een half, moet ik eerlijk uh, bekennen. Uh, maar het is ook wel zo: als ik mij in iets vastbijt, bijt ik me daar helemaal in vast. En dan wil ik er ook echt alles over te weten komen. Ik twijfel er niet aan, het ziet er al een bijterke uit. Hè. Maar uh, wat ik ook wil zeggen, uh, u hebt de gedrevenheid. Ik zie aan je houding, aan jouw lichaamstaal, dat je er eigenlijk wel moed op hebt. Hè. Het is de eerste keer vandaag, het is een, een première eigenlijk. Hè. En uh, bent u niet zenuwachtig? Wel, een beetje gezonde adrenaline is noodzakelijk. Ik denk dat je juist gaat afgaan als een gieter als dat niet zo is. Uh, iedereen moet dat wel hebben. Dus tuurlijk ben ik een beetje zenuwachtig, maar ik denk op een gezonde manier. Ik weet dat u het fantastisch zult doen. Ik twijfel er zelfs niet aan. En uh, we gaan uh, genieten, eigenlijk samen met jou, samen met de andere mensen, natuurlijk ook samen met Wil. Van dit gebeuren allemaal nog één vraagje: uh, uw eigenlijke beroep, u bent een theatervrouw? Dat kan u eigenlijk wel stellen. Uh, ik geef lessen, woord, dus ik geef voordracht, toneel, uh, verbale vorming. Uh, dus zowel aan kinderen als aan jongeren en volwassenen uh, aan drie verschillende academies. Dat is fantastisch. Ik wens jou nog heel veel succes. Ik hoop dat we elkaar nog vaak mogen ontmoeten. Ik ben blij van de eerste ontmoeting met jou. En uh, bedankt voor dit interview, lieve Gladys. Dank u wel. U ook van harte bedankt.